veel buiten geweest? Nee, één keer bloed prikken. En dat was het? Ja. Verder helemaal niet. Oké. Okay. Nou, dag allemaal. Dag. Doei, Jesse. Oh! Hij is nog echt open ook. Doei. Nou, lieve kijkers. Ik ben nu in het ziekenhuis. Op de afdeling radiologie. Ik ben net bij de dokter geweest. Doorverwezen hier naartoe, want de kans is groot dat ik mijn kleine teen heb gebroken. Dezelfde kleine teen die ik gebroken heb toen ik Utopia inging. Dus we gaan nu eventjes kijken of het echt gebroken is en of ik wellicht gips krijg en in een rolstoel moet. Dus, ja, oké. Okay. Maar lopen gaat dus nog wel? Alleen als ik het ontlast, als ik op de binnenkant van mijn voet ben. Ja, precies. En het gevoel is verder wel goed in... Ja, ik kan hem niet bewegen, maar dat kon ik al niet, omdat ik hem een half jaar geleden... Nee, precies, maar het is niet dat het heel dood voelt of... Nee. Plaatjes kijken. Nou, hier dus, waarschijnlijk. Kan iemand even helpen? Ah, ja, man. Daar is hij dan! Ja, mijn voet gebroken, of tenminste mijn teen gebroken. Ja. Och, poepie! Ja. Doe voorzichtig, voorzichtig. Tuurlijk. Voorzichtig. Oh god. Och, weet niet. En nu moet je rust houden. Ja. Hoe lang? 2 tot 4 weken. Hey, mooie foto. Het is een fractuur basisverlangs digit 5 rechtervoet. Oh, die heb ik ook wel eens gehad. Ja. Ja, ik begin het koud te krijgen. Kan iemand naar binnen doen? Ja. Ik begin het koud te krijgen. Zal ik er ook even een koketje voor je in houden?